Ik voelde me een beetje een soort speelbal die met allerlei stromen waar ik maar in mee moest. En ik had behoefte aan meer regelmaat eigenlijk. En ik was ook heel benieuwd wat 100 dagen achter elkaar mediteren met me zou gaan doen. Het eerste moment wat bij me opkomt is een ademsessie met Arjen. We kwamen ineens iets naar buiten. Ik al ademend veerde ik op van mijn matje. Zag ik totaal niet aankomen en ik riep help! Heel hard. En nou, dat was zo'n soort oerding wat er uit me naar boven kwam. Wat voor mij wel een goede les bevatte. Het is het minst uitgesproken woord van mezelf. Ik probeer altijd alles alleen te doen. Ik denk dat dat moet. En dus er kwam een soort oerachtige hulpvraag uit mij. En dat erkennen dat ik gewoon andere mensen nodig heb, ja, dat heeft mij ook wel verrast en verder gebracht.